Op de erfbetredersdag van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw toonden 18 bedrijven wat zij op het gebied van precisielandbouw in huis hebben. Corné Kempenaar, projectleider van deze proeftuin, ziet als belangrijke trend dat bedrijven meer bereid zijn om data met anderen uit te wisselen. Nou, de resultaten van vandaag, ja, het is heel divers. We hebben nieuwe bodemvocht- en klimaatsensoren gezien. We hebben monitoring systemen gezien voor zowel gewasgroeimonitoring als ook eindproductmonitoring. Wat ik ook heel mooi vond is de spuit, sensorgestuurde gewasbescherming spuit voor in de fruitteelt. Dat is echt wel een hoog standje van techniek. Ja, dat is toch eigenlijk wel de kern van wat we vandaag bespreken. Nou, wat ik vooral heel leuk vond om te zien vandaag is een stukje ontwikkeling dat bij de ICT-oplossingen voor precisielandbouw, dat er partijen nu toch veel meer openstaan om data te delen dan bijvoorbeeld 2 jaar geleden. Er komen nu nieuwe sensorsystemen met ook dataplatformen erbij. En eigenlijk zegt bijna iedereen, ik ben bereid om het te delen met andere platforms. En dat was eigenlijk 2 jaar geleden, hoorde je dat nooit.